Yo, Nintendo fans! We zijn hier bij het stadje waarin we in de verte al onze volgende gym zien. We zijn in Alphornada. Het voelt een beetje als Midden-Oosten of zo. Die muziek ook en alles. Oeh, kijk deze vette tegeltjes hier. Oh, dit is van vroeger. In Pokémon Red en Blue zagen de sprites van de Pokémon er zo uit. Elke vogel zag er zo uit zoals die vogel daar. Dus een Sparrow of een Pidgey, die zagen er hetzelfde uit. Zeg maar in dit menuje, waar dan naast de naam de Pokémon stond. Ja, daarachter zien we zo'n bug. Ja, kijk, hier zien we hoe bugs eruit zagen vroeger. En die soort van dinosaurus, dat was een Rhydon onder andere. Heel cool om dit weer zo te zien. Dit vind ik dat ze dit echt heel leuk hebben gedaan. Hallo, Daxbun. Nu dat we een shiny hebben gevonden, heb ik het gevoel dat er gewoon elk moment als je zo rondloopt even een shiny op kan poppen. Ik wil Stoddle eigenlijk niet evolueren. Zijn evolutie ziet er wel cool uit, maar ik vind het altijd heel leuk om ze gewoon als een basis Pokémon te houden. Ik weet niet wat dat is. Laat even in de reacties weten of jij vindt dat ik mijn shiny Stoddle moet evolueren. Of hem zo moet houden. Dan pak ik hier even deze bulk up op. En dan mag jij je duimpje mogen doen. En abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Gaan we in 2023 de 90.000 abonnees aantikken. Dat zou vet zijn, jongens. Ik ga even koekeloeren wat ze hier voor challenge voor me hebben. En professor Jacques is hier ook. Die zegt, yo, yo, Rikkertje, hoe gaat het met je trashy hunt? Heb je al gevonden waar je voor aan het hunten bent? Ik heb nog steeds geen idee. Jack zegt, veel studenten die gaan de gyms doen als onderdeel van hun treasure hunt. Ja, dat is eigenlijk wat ik ook aan het doen ben. Hij was hier op ons aan het wachten, zodat je weet dat je mentor je back heeft. Nou, dankjewel. Oh, we krijgen een lucky egg. Daarmee kan je extra experience points krijgen. Oh, dat is chill. Dankjewel, man. Ik heb sowieso mijn Pokémon nog niet echt van die items gegeven. Alleen Quaquavo heeft een Mystic Water, volgens mij. Dus even kijken, wat heb ik nog meer? De lucky egg, die gaan we geven aan Tauros. Jij mag de lucky egg hebben. Nou, voor de rest heb ik echt amper wat. Super suf. Misschien moet ik eens een keer wat dingen gaan kopen. Hallo mevrouw. Welkom in de Alphornada gym. Dankjewel. Ik wil heel graag de gym challenge gaan doen. We moeten een speciaal soort oefening doen. De emotionele spectrum oefening. Door Tulip zelf gemaakt. Dit wordt een hele emotionele video. Op zoek naar iemand die mij leert omgaan met mijn emoties. Staat volgens mij hiernaast. Ja, hier. Oh, er staan nog allemaal andere Pokémonnetjes ook, joh. Slowpoke. Hallo. Oh, jij hebt een Medicham. Hallo mevrouw. Osu. Welkom. Hier gaan we de emotionele spectrum oefening doen. Maar dit is de docent die mij gevechten tactisch laat vechten. In de school. Uit de school. Die is hier blijkbaar. Want zij is al heel lang vrienden met Tulip, de gymleader. En wij doen altijd een Pokémon battle met een speciale regel. De verliezer moet doen wat de winnaar zegt. En zij heeft verloren na een gevecht. Nou, oké, is goed. Zij laat ons een move zien en die moeten wij kopiëren. Oké, is goed. Ik denk dat ik dat wel kan. Dat klinkt niet heel moeilijk. Oh, ik had eigenlijk kwakwa Pokémon moeten gebruiken. Oh, die staat ook naast me, joh. De kwakwa Pokémon. Kwakwavel. Ja, hij houdt wel van dansen. Dus ik denk dat hij dit wel leuk vindt. Kijk hem staan, jongen. Met zijn armpjes naar de zijkant. Ik ga stuk. Oh, jongens. Oké, 3, 2, 1, let's go. Wat moeten we doen? Rood, we moeten boos zijn. Boos, Quackwaffle. Heel boos. Heel boos. Heel erg boos. Ik had al gedrukt. Ik druk nog een keer. Oké, we moeten nu verbaasd, Quackwaffle. Verbaasd. En dan nu moeten we weer verbaasd. Oh ja. Ja. En nu blij. Blij, Quackwaffle. Oké, excitement. Enthousiast. Oh ja, twerk dingen. Oh ja, je bent... Oh, oh. Nog een keer. Twerky, twerky. And I am so beautiful. Deze Pokémon, jongen. Ik ga helemaal kapot om die Quaquavel. Die is echt vet raar. Maar vooral deze move. Twerk en mooi zijn. Oké, boos. Boos Quaquavel. Oh, hij kan niet eens boos kijken. Oh, die Medicham ging ook nog even los. Nou, ze vond het awesome. Oh, was dit de warming-up? Moeten we Pokémon Battle doen? Oké, is goed. Hallo. Hallo Emily. Die heeft een Gotorita. Volgens mij is dit een Psychic type gym. En ik heb letterlijk 0 counters voor Psychic Pokémon. Ik denk dat dit voor mij misschien de moeilijkste gym gaat zijn tot nu toe. Omdat ik dus gewoon geen enkele counter heb. Ja, ik heb U-Turn met Grafaii. Maar Grafaii wordt zelf natuurlijk geowned door Psychic-type Pokémon. Kan die U-Turn wel proberen. En Tauros die heeft een Dark-type move. Maar ja, is een Fighting-type Pokémon. Dus die wordt ook keihard geowned. Dit wordt lastig. Ik denk dat ik het met mijn dansende Quaquiavelli moet gaan doen.
Hij is lekker de two-step aan het doen, volgens mij. Oh, Curlia danst ook lekker mee. Die doet zo'n... Die doet een beetje zo wiggelen. Zag je dat? Mijn Quackquavel is wel sterk, jongen. Deze move is echt overpowered, volgens mij. Hoppakee, lekker. Oh, niet huilen, Emily. Oh, je bent gewoon emotioneel. Oké, dat mag. Dat is oké. Moeten we nou weer gaan dansen? We moeten weer gaan dansen. Oké, dan. Ja, nou, laten we dit nog een keer gaan doen. Blij zijn! Blij zijn! Ja! En excitement! Oh, nee, Quackquavel wil oprecht ook gewoon niet boos zijn, joh. Kijk, hij schudt gewoon zijn hoofd. Want nee, dit ga ik niet doen. Ik ga niet boos zijn. Nou, dit is niet echt heel erg moeilijk, moet ik eerlijk toegeven. Ik denk dat de gymleader zelf me straks meer problemen gaat opleveren dan dit. Dit is vrij easy. Oké, ronde 2. Klaar. Ah, we moeten weer battelen. Hij wil spierbundel worden, zegt hij. Hij heeft wel gespierde snor, vriend. Ja, deze aquastep. Ik ben benieuwd. Gaat Grumpik het wel overleven? Die overleeft hem wel een keer, joh. Heel sick. Grumpik kan mij gewoon raken met Psyshock. Ik ben ook een fighting type, natuurlijk. Oh, deze gym wordt oprecht moeilijk, man. Nee, ik mis. Nee. Quackquavel gaat kapot. Is natuurlijk ook een fighting type. Helemaal vergeten. Nou, doei danser. En hij vond het dansen nog wel zo leuk. Sertoddle, mijn shiny vriend. Ik denk dat je wel wat langzamer bent inderdaad dan dit varkentje. Ook super effective power jam? Waarom? Welk die... Hè? Waarom is alles super effective? No! Niet eerlijk. Ik ga even switchen met Medicham. We gaan even Kylo Wattrell doen. Ik had die Pokémon echt Kylo Ren gewoon als nickname moeten geven. Deze vogel is zo groot, jongens. Echt niet normaal. Oké, Dual Wing Beat. Super effective. Want Medicham is ook fighting type. Wat gaat Medicham doen? AQ Pressure. Helemaal top. Let's go. Finish him. Oh, maar deze gym? Deze gym wordt moeilijk voor mijn teampie. Ik heb geen rekening gehouden met heel veel psychic types. Indeedy. Kylo Wattrell. Electric ball. Oh, zo weinig damage. Oh my gosh, ik word geowned door deze Pokémon, door deze psychic typies. Oh, die special attack is omhoog. Ik zou Roost kunnen doen. Laat ik even Roost doen. Even mijn HP terugverdienen. Ja, maar dat heeft dus geen zin als jij inderdaad psychic gaat doen, terwijl dat nu nog sterker is. Kylo Wattrell gaat ook down, jongens. Oh nee, niet. Ik heb een critical. Yes. Geluk. Holy moly. Maar ja, psychic moves zijn super effective op mijn halve team, joh. Oh, maar we mogen nu wel de gymleader gaan uitdagen. Dankjewel voor deze zeer emotionele training. Nou, eerst maar eens even healen, denk ik. Oh man, hoe ga ik dit aanpakken? Ik denk dat ik wel gewoon ga starten met Quackquavel. Gewoon kijken of ik mijn tegenstanders kan one-shotten. Want Quackquavel is wel mijn sterkste Pokémon. Dit zou zomaar de eerste gymleader kunnen zijn die mij gaat verslaan. Misschien hadden we toch die spookhond in het team moeten doen. Ja, kan alsnog natuurlijk dat ik die even gebruiken als dit niet lukt. Oké, daar gaan we! Oh, ze is nog even aan de telefoon. Ze heeft belangrijkere zaken, waarschijnlijk. Heb je het zo druk, mevrouw? Ik bedoel, hallo? Ze gaat een nieuw oogschaduwkleur bestellen? Yo, mevrouwtje. Oh nee, en dan ga ik nog van zo'n persoon misschien verliezen ook. Oké, mevrouw. Hallo, dit is Tulip. De gymleader. Ze is een make-up artiest. Oh, daarom. Oh ja, dan heb je het heel druk natuurlijk. Dendra, die heeft mij helemaal de hemel ingeprezen. Nou, dat is wel top. Dankjewel, Dendra. Dat was die trainster van daarnet. Tulip zegt, je bent een schattige challenger, Rikachu. Dankjewel. Laten we maar gewoon beginnen, alsjeblieft. Make-up is als magie. Iedereen kan het gebruiken om zijn uiterlijk te veranderen. Ja, dat klopt, ja. Oh, daar gaan we. Ik heb niet echt vertrouwen in deze gym battle, jongens. Fairy Giraffe. Die gaan wij denk ik niet one-shotten. Let's go, Aqua Step. Please one shot Fairy Giraffe. Nee, helemaal niet zelfs. Oh, Reflect. Oké. De tegenstander is nu beter beschermd tegen physical moves. Dat is super balen. Dan gaan we nu voor Air Slash. Dat doet het ook niet helemaal goed. Oh, maar ik heb hem wel flinched. Super nice. En dan nu nog een keer Aqua Step. En dan hoop ik dat we hem alsnog genoeg damage doen met Aqua Step. Ja, lekker. Oké, 1-0. Lekker. Fairy Giraffe is down. Oh, die flinch was echt top. Oké, Klotsaier is een level omhoog. We moeten nu tegen Gardevoir. Ik ga toch switchen. En ik ga even switchen naar Grafaii. Ik weet het, Grafaii wordt waarschijnlijk genakt. Maar... Poison Jab is wel super effective. Ben ik sneller? Dat sowieso. Hoeveel damage doet Poison Jab? Net niet de helft. Dat is wel echt jammer. Maar Gardevoir is wel poisoned. Ik ben benieuwd of Gardevoir mij gaat one-shotten. Oh nee. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Oké, en ze is ook niet meer poisoned volgens mij. Het heeft namelijk... Oh, wel. Hè? Wel. Nou, oké, top.
Ik had het wel verwacht hoor, dat Grafaia met één klap kapot zou gaan. Gaan we nu weer terug naar Quack Ravel, die hopelijk het af kan maken. Hopelijk gaat het lukken met Aquastep. Ah, come on. No, ik ga sowieso een klap krijgen. En is die klap genoeg om mij in één keer uit te schakelen? Dat niet. Gardevoir is ook kapot door de poison van Grafaia. Dus dat is lekker. Ik heb 2 Pokémon down. Maar bij mij zijn ook bijna 2 Pokémon down. Ze zijn nu niet meer beschermd. Nu moet ik tegen Apathra. Ik ga Tauros inzetten. Ik moet al de zwakkere Pokémon die ze niet gaat terrestrializen proberen uit te schakelen met Pokémon die waarschijnlijk toch down gaan bij mij. Want Tauros kent ook een super effective move. En dat is Assurance. Ik word keihard genakt voor de rest door Espatra. Oh, Espatra is ook sneller. Nee, dan houdt het denk ik in één keer op voor Tauros. Oh, 3 HP over. Ik kan hem dus 1 keer raken. Ah man, maar dat is zo weinig damage. Het doet veel te weinig damage. En Espatra finisht het met een quick attack. Slim gedaan, slim gedaan. Ik had meer verwacht voor mijn Tauros. Ik had iets meer damage gehoopt en verwacht dat we het 1 keer kapot zouden maken misschien. Quack Ravel is super snel. Die ga ik nu alleen nog op het laatst gebruiken als ik nog 1 move nodig heb om mijn tegenstander te verslaan. Ik ga kijken wat mijn shiny Pokémonnetje kan. Sitano! Die is zo cute. Oké, okay, Avalanche. Eerst Espatra. Die is kapot snel. Dat is heel vervelend dat Espatra zo super snel is. Daarmee gaat ze wel echt al mijn Pokémon kapot maken, denk ik. En ook deze Pokémon gaat ze kapot maken. Ja, niet relaxed dit. Niet relaxed. Ik zei het toch, deze gym wordt echt moeilijk voor mijn team. Oké, okay, ik ga ervoor dat Quack Ravel sneller is. Die moet toch wel sneller zijn dan deze struisvogel? Ik kan sowieso Aqua Jet doen. Dan ben ik sowieso eerder als hij geen Quick Attack deed. Inderdaad. Espatra is nu kapot. Nu ga ik weer switchen naar een andere Pokémon, want Quack Ravel gaat het nooit overleven met die 20 HP. Floorgas moet ik nu tegen. Oh nee, die kent ook nog eens allemaal grasmoves. Oké, okay. Kyloatrel, let's go. Oh, dit wordt spannend. Misschien moet ik toch een counter gaan verzinnen voor Psychic-type Pokémon, jongens. Ze is geen Grass-type. Anders zou Dual Wingbeat nog super effectief kunnen zijn. Ik ga voor Spark en dan hoop ik maar dat ik er Paralyze. Dat zou echt heel nice zijn. Ik weet het, jij gaat terrestrializen. Oh my gosh. Oh my gosh. No! Dit wordt spannend. Ik ben wel sneller. Ik doe Spark. Oh, Moonblast is zo'n goede aanval, jongens. Moonblast is veel te goed. Nog een keer Spark. Please. Please, paralyze her. Nee! Dit wordt zo'n probleem. Moonblast is veel te goed. Nou, Klotsaier. Succes ermee. Poison Jab is wel super effectief. Ik had Toxic Spikes moeten doen aan het begin van de battle. Oh, wat stom. Dat had een goede tactiek geweest. Oké, we gaan Poison Jabben. Hopelijk mag ik Poison Jabben. Nee. Niet mijn pijn doen. Ja, het doet super veel pijn. Please, poison er genoeg. Oh, nee. No! Ik ga het denk ik echt net niet redden. Ik had gewoon een Hyper Potion moeten geven aan Quack Ravel natuurlijk. Dan had ik het misschien net wel gered. Oké, okay, Terrestrialize maar. Aqua Step, let's go. 1 klap. Ik ga het denk ik op 1 klap na niet halen. 1 aanval, jongens. Ik ga Floorgas hier niet mee uitschakelen, denk ik. Met deze Aqua Step. Please. Please. Jawel. Jawel. Oh, wat slecht. Toch wel. De spannendste gym battle tot nu toe. By far. Tulip, je hebt het me heel moeilijk gemaakt. Nou, ze vindt dat mijn kracht magisch is. Ja, ik vond het zelf wel meevallen als ik heel eerlijk ben. Dat viel echt wel mee hoor. Tulip vraagt zich af of ze verloren heeft. En ik ben bijna net zo mooi als zij. Nou, wat een complimentjes allemaal, Tulip. Dankjewel. Je bent geweldig. Nou, wat ben je lief. Zullen we even een foto maken? Ik val bijna om terwijl ik een pose doe voor haar. Oh, maar we hebben de badge gehaald, jongens. Vraag alleen niet hoe. Dat heb je net kunnen zien, namelijk hoe. Oh, ik mag die selfie alleen niet op social media zetten van Tulip. Oké, ik vond het wel een leuke foto, maar... Oké. Nou, ze moet door naar de volgende afspraak. Doei doei, zwaai zwaai. Ik moet ook door naar mijn volgende afspraak. Dus als je dit vet vindt, knal duimpjes omhoog en abonneer als je het dan niet gedaan hebt. En dan hoop ik dat de volgende video wat soepeler gaat. Mazzel!